Een negende persoon is vandaag overleden aan het COVID-19-virus. Het gaat om een manspersoon die in Albina de geest gaf. Herman Ginty, algemeen directeur van de medische zending, zegt dat het oosten van ons land zwaarder getroffen is door het virus dan andere gebieden in het binnenland. In Frans-Guyana, dicht bij de grens met Suriname, zijn er weer COVID-19-gevallen geconstateerd. Ginty zegt dat vanuit Surinaamse zijde er direct stappen zijn ondernomen om het oosten aan te doen. Terwijl we hier praten, vertrekt er een team naar het oosten, een epidemiologisch team naar het oosten, om in principe het heel oosten af te kammen. Vanaf Kotika, zeg maar, helemaal beneden tot Gakabas, Toerma's eiland en dan op de Tapanahoni. Omdat we die informatie pas hebben gehad dat er aan de Franse kant toch wel weer een aantal besmettingen hebben plaatsgevonden. En we weten dat er toch wel contact is tussen de mensen die wonen. In principe zijn het dezelfde mensen. Ja. Die wonen aan de ene kant van de rivier en aan de andere kant. Dus vandaar dat wij proberen om het gebied te beheersen. Door gewoon actief erop uit te gaan om mensen op te zoeken die verschijnselen hebben. En dat doen we vanaf het begin van de epidemie. We proberen de beheersing, u sprak over het beheersen van de situatie. We proberen dus om op het moment dat we een signaal krijgen of van 178, dus dat is het nationaal beleid, of van de Fransen, proberen we erop af te gaan en active case detection te doen. Dus dat betekent dat we erop uitgaan om mensen te zoeken en te vinden die verschijnselen hebben. We testen ze en in geval ze positief zijn, dan komt het nationaal beleid. Ginty zegt dat het heel uitdagend is om het virus beheersbaar te houden in het binnenland. Behalve dat sommige gebieden telefonisch niet bereikbaar zijn, maken de regens het extra moeilijk om bepaalde dorpen te bereiken. U weet zelf dat bereikbaarheid van telefonie in bepaalde gebieden heel goed is. Terwijl in bepaalde gebieden, ik noem het gebied van Zuiden, daar gaat het toch wel moeizaam. Zeker Sipaliwini. Sipaliwini is aan de orde geweest de afgelopen tijden. Daar is nog Telesuur, nog Digicel bereikbaar. Dus dan ga je moeten werken met satelliettelefoons. Ah, okay. En dat is dus weer afhankelijk van weersomstandigheden. Dus het is toch wel uitdagend om in contact te blijven met bepaalde gebieden. De prognose voor het binnenland is helemaal afhankelijk van een aantal omstandigheden, omdat het binnenland zelf zijn eigen uitdagingen heeft. Nu bijvoorbeeld zitten we in de regentijd. Het is heel moeilijk om gebieden te bereiken. Zeker de gebieden die alleen door vliegtuigen bereikt kunnen worden. Op dit moment zijn de meeste banen afgekeurd. Dus je zit weer in een situatie waarbij je hulp wil bieden, maar je zit gewoon te wachten op de regens. Een nieuwe uitdaging. Je wacht op de regens. Dus het is helemaal afhankelijk van de omstandigheden, zeker in het binnenland. En dat was Herman Ginty, algemeen directeur van de medische zending. Hij sprak vanmorgen in het programma ATV COVID-19 Update. Het aantal actieve cases staat nu op 178. In totaal zijn 319 personen positief getest op COVID-19 en 132 personen zijn genezen verklaard. 9 personen zijn gestorven als gevolg van het virus.